gaan doen vandaag. We zijn op de beach. It's another day of facing fears. Toch, Cher? Misschien wel. We willen parasailen. Yep. En dat is dat je met een parachute heel hoog in de lucht bent als we vliegen. En vraag me niet wie persoonlijk ik denk dat ik ben. Dat ik Sherwin constant zeg, dat wil ik doen. Sherwin, van ja, maar is het wel leuk? Nee, dat wil ik doen, dat wil ik doen. Vraag me wie ik denk dat ik ben. Nieuwe organen, nieuwe Minerva, van no. Maar Aon, ik weet nog steeds niet of we het wel willen doen. We willen kijken of we met z'n tweetjes kunnen gaan. Welcome to married life. Huh? Really? You're flexing your arms for the mensen thuis om te zien? Flexing my arms? Ja, daarop leek ik. You're flexing your shoulders. Hey, I'm flexing, nee. Ik heb gewoon spierpijn. Het is niet zo sexy. Sexy doen, no? Hey, married man. Hoor. Maar als we samen kunnen gaan, is het makkelijker. Niet makkelijker, maar is het gezelliger. We maken het echt samen mee. En ja. Ik hoop wel dat we samen kunnen. Ik hoop het ook. En jij, is, en jij zegt, als het niet samen kan, niet doen, hè? Nou ja, ik weet niet. Laten we dat nog even bespreken. Wie weet, zie je ons dadelijk gewoon perceelen. En wat was jouw reden alweer voor het samen willen doen? Anders is het zo lang als je eentje moet zijn in de lucht. Ik vind het leuk om samen te zijn. Oké. Okay. Maar we kunnen kijken, misschien willen we het gaan doen. Let's see, wie weet is het gezellig. Als het te hoog is en ik ben bang, dan wil ik het niet doen. Dus. Oké, let's see. Oké. We konden niet samen. Blijkbaar is onze gecombineerde gewicht te zwaar om met z'n tweetjes te gaan. Babe. Oh ja. Ja, we zijn te zwaar met z'n tweeën. Ja. Een beetje lastig. Ja, volgens mij mag je 150 kilo zijn met z'n tweetjes. En volgens mij zelf minder. Dus, meh. Safety first. Maar we gaan, beide. I'm feeling good. Ja, man. Ben je zenuwachtig? Nog niet. Ik denk dat het wel gaat komen, zeg maar. Ik denk dat ik wel zenuwachtig ga worden. Ah, ik weet niet. Ik ga gewoon erop. We will see. Ik zie mensen het de hele tijd doen, dus ja. Waarom wij niet? Ja. En je moet alles een keer in het leven hebben gedaan. Niet alles, maar je moet dingen die je heel graag hebt willen doen, moet je gewoon een keer hebben gedaan. En heb je dit ooit heel graag willen doen? Ja, eigenlijk een beetje. Ja, jawel. Ja. Dit is wel iets wat ik altijd heb willen doen. Dus let's go, man. Let's go. Okay, bidden jullie voor mij dat dit voor hem geen gateway drug is? Van dat hij ziet, ik kan dit. Laat me ook gaan bungee jumpen. Of laat me ook gaan, weet ik, skydiven. Alsjeblieft. Like, no. Let's pray dat dit gewoon juist is van, ai, ik heb het gedaan. Me boom. Dag, baby. Hi. Oké, okay, ja, en hoe voel ik me? Ik voel me wel een beetje zenuwachtig, maar ik denk van, who in the hell do I think I am? Gewoon like, who do I think I am? Like, waarom vind ik dat ik het kan? Dus dat. Maar ja, het andere deel van me denkt ook van, blijf gewoon rustig. People do it. Ik heb zelf een YouTube filmpje gezien van mensen die het deden met hun kind, hè? Ja, gewoon eentje met hun kind, met z'n drietjes zijn ze gegaan. So, let's go. Ik moet wel plassen, dus ik ga van tevoren plassen. Letting go of control.
En hoe je zelf nu laat vreemd zijn en gaat trouwen. En wat met je is en dat wat weer gaat zorgen. En dat hij groter is dan een heleboel dingen die om je heen plaatsvinden. En alle dingen die mis kunnen gaan. En dat het ook echt wel kan schelen. If you make it out alive. De trick is om los te laten. En geloven dat je niet altijd in controle hoeft te zijn. Maar met dit ben je gewoon niet in controle. Gewoon niet. Oké, okay. Je bent in je haar. Here we go.
Hallo. Goedenavond, goedemiddag, goedemorgen, wanneer je dit ook nog kijkt. Dankjewel dat je hebt gekeken naar onze parasailing vlog. Mm-hmm. Het was wel echt een hele bijzondere vlog, vind ik. Ook echt een hele bijzondere ervaring voor ons. Zeker. Hoe heb je het ervaren? Het was echt spannend. Ik vond het eng. Je was bang. Ik was echt bang en ik ben niet vaak bang, dat is eerlijk. Maar dit was echt, zeg maar, like, als we het over angsten overwinnen hebben, dan is dit wel een van, ja, de grootste angsten. Ja? Ja, zeker. Voor mij was het heel raar, want ik dacht dat ik echt bang zou zijn. Ik wist ook niet zeker of ik het zou doen. Maar ik ben heel blij dat ik het heb gedaan. Ik was wel bang, maar voor mij was het echt een soort van mentale overwinning. Elke keer wanneer ik naar de footage kijk, naar het filmpje kijk, denk ik echt van wow. Ik ben sterk. Ik ben iemand die zulke dingen kan doen. Ik ben echt badass. Ik ben niet bang. En volgens mij ook elke keer als ik kijk naar hoe ik daar boven was, moet ik huilen. Ja. Is echt bizar. Soms kijk ik ernaar op momenten waar ik bang ben. En ik hoor mezelf tegen mezelf zeggen dat ik niet iemand ben die bang is. En dan denk ik van wow. Oké, okay. Ik ben best wel cool. Ja, jij was niet bang. Ik was niet echt bang, nee. Jij was niet bang, je zat echt zo chill om je heen te kijken toen je naar beneden kwam. Ik zeg je eerlijk, ja. Ik wist niet hoe snel ik beneden kon zijn. Ik wilde zo graag naar beneden. Niet normaal. Ik begon te schudden en zo. Ik heb gelukkig niet alles gefilmd. Ja, het was wel leuk. Het was mooi om te zien, dat wel. Ja, dat is wel echt mooi om te zien. Ik heb eerst heel veel gehuild. Gewoon omdat ik dacht van, wow, ik doe dit ook echt. Mm. En daarom was ik chill, kijk gewoon om me heen. Dit is echt mooi, man. Yeah. Dus ja. Maar ja, all in all, ik vond het heel leuk dat jullie echt met ons hebben gekeken en dit met ons hebben gedeeld. Oeh, en een vraag van de dag. Zou jij ooit willen parasailen? Zou je zoiets ooit willen doen? En als je bijvoorbeeld niet hebt gedaan parasailen, wil je bungee jumpen? Wil je echt iets van die extreme dingen doen? Ja? Zeg het in de comments en dan gaan we beide mee praten. Ga je ook mee praten in de comments? Ja, ja, is goed. Ja? Oké. Okay. Dan gaan we mee praten in de comments. Dankjewel dat je hebt gekeken. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer. Want er komen gewoon hele leuke haarvideo's en vlogs nog. Ja? Doei!